Mijn gast vanmorgen is Annette Schouten. Ze groeide op als een onbezorgde tiener in een christelijk gezin en ging met haar vriend op vakantie naar Luxemburg. Daar kreeg ze een heel ernstig auto-ongeluk. En als je het wrak ziet, dan denk je, hoe is iemand er levend uitgekomen? Ze raakte in coma en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar moeder en haar vriend zaten aan het bed toen ze uit coma kwam. Dat kan jij niet meer herinneren, Annette, maar je wist niet meer wie je was. Je kende niemand meer. Je had geen idee wie God was. Daar kan je nu over praten. Hoe was die periode voor je? Die periode was heel verwarrend. Die periode was heel leeg. Ik heb een week in coma gelegen. Ik ben 4,5 week lang totaal verward geweest. Als ik niet besefte wie ik was, waar ik was, wat er gebeurd was. Wie was, wat mijn achtergrond was, wat mijn verleden was. Ik kon niet verder kijken dan het voeteind van mijn bed, letterlijk en figuurlijk gezien. Ik was wie ik was en daarin is het begin gestart om mezelf te hervinden. Ja, en nog altijd, want dat hoor een beetje, heb je problemen, want je komt er nooit meer helemaal overheen als je zoiets ernstigs meemaakt. Dus ik vind het erg knap dat je hier zit en erover durft te vertellen. Dan kom je weer een beetje terug in de wereld. Dan herken je na verloop van tijd, terwijl je geheugen helemaal uitgewist is geweest, ga je weer mensen herkennen, je moeder, je vriend. Wat zijn je vragen dan op zo'n moment? Mijn vragen op dat moment waren gerelateerd aan mijn verleden, omdat ik geen verleden kende, waardoor ik zeg maar verbondenheid, waarin ik verbondenheid met hen had. Dus ik was opnieuw op zoek naar mijn identiteit, naar mijn bestaan. Natuurlijk, uit mijn moeder was ik geboren. Maar hoe kende ik mijn vriend? Wanneer kreeg ik verkering? Hoe kreeg ik verkering? Waarom kreeg ik verkering? Dat was ik kwijt. Dat is eigenlijk bizar, hè? Dat is heel bizar. Ja, dat je eigenlijk jezelf weer helemaal moet gaan hervinden. Ja, hervinden. Je moet jezelf helemaal gaan hervinden. Ja. Ben je 20 jaar en heb je alles opgebouwd, of dan denk je een hoop opgebouwd te hebben, dan ben je met je eindexamen bezig. Dan denk je dat er een toekomst voor je ligt. Je hebt trouwplannen, toch wel. En je wil aan het werk en dan stort alles in. En je zei net zo treffend, je leeft in een leegte. Ja. En waar je, voor je gevoel denk ik, eindeloos in een put valt en waar de bodem niet in zicht is. Mm-hmm. En je probeert je met alles vast te houden of je nog houvast kan vinden. Vond je houvast in je geloof of was je ook God kwijt? Ik was God helemaal kwijt. En ik vond het eigenlijk veel makkelijker toen ik van zijn bestaan hoorde, omdat ik nieuwsgierig was naar wat ik deed, naar wat voor opleiding ik deed. En toen ik hoorde dat ik op een evangelische bijbelschool zat en daar mijn studie in deed, toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. En ook die referentie ben je kwijt, hoe je daar tot dat besluit bent gekomen en met welk doel je dat gedaan hebt, met welke intentie je dat gedaan hebt. En toen dacht ik, het is veel makkelijker om alles aan de kant te schuiven. Dat kost me veel minder energie. Oh, je geloof aan de kant te schuiven? Mijn hele geloof aan de kant te schuiven, ja. Om God vaarwel te zeggen. En toen heb ik een geweldige geloofstrijd doorgemaakt. En daar kwam ik er ook niet mee, want dan had ik helemaal, ik had al niks, maar waar moest ik dan op terugvallen? En zo heb ik het toch voor elkaar weten te krijgen dat het ontkennen van God, het ontkennen van zijn naam en van zijn bestaan, dat werd als het ware de hoeksteen van mijn eigen leven. En toen ben ik op zoek gegaan. Mijn ouders zeiden toen, we willen je voorzien van pastorale hulp, wat zou je willen? En ik had één iemand op het oog. Omdat alle vragen die waren besloten of die lagen opgesloten in de Bijbel. De Bijbel had een antwoord op al onze vragen. En ik was zo benieuwd waarom dit mij moest treffen. Dus ik vond dat een uitdaging om die persoon te vragen, min of meer, om hem voor het blok te zetten. Van, en kijk nou eens, wat nu? Wat is jouw antwoord hierop? Nou, hij kwam. En hij was stil. En hij had hier eigenlijk ook geen antwoord op. Eén ding heb ik daarvan onthouden. En waar hij mee kwam, de Heer is mijn herder. Daar, met hem heb ik 2 of 3 gesprekken gehad. En vanuit die gedachte. En waarom raakte je dat? De Heer is mijn herder. Dat is het thema van deze preek en van deze zondag. De Heer is mijn herder, omdat ik daar
ik zag dat, ik ervaarde dat als een stuk bescherming, als een stuk omringing. Van, ik draag dit niet alleen, of ik, nou het woord dragen kende ik niet, ik ga hier niet alleen doorheen. Er is iemand die op mij neerziet en die met me meegaat. Ja. En die mij niet verlaat. En dan heb je een vriend die zegt van, nou ja, ik weet niet hoe het met Annette verder gaat. Blijf ik haar trouwen of ga ik naar een andere relatie aan? Dat gebeurde niet. Dat is niet gebeurd. Die vriend is me trouw gebleven. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja, daar ben ik mee verloofd later. Daar ben ik mee getrouwd. Zo zijn we samen nog door een aantal grote revalidatietrajecten gegaan. Om... Ja. Ja, ik zat in een groep van 8 revalidanten met allemaal een hersenbeschadiging. Zij hielpen me om te gaan in mijn dagelijks functioneren. En ze gaven me tips en adviezen. Naar mijn eigen maatstaven, naar mijn eigen grenzen, om de dingen in te vullen. Zodat ik een goed leven kon leiden. Ja, wat bleef je grote verdriet? En dat is er gelukt. Mijn grote verdriet is dat ik orgel speelde. Goed ook. Ik wilde er eigenlijk mee naar het conservatorium. En dat heb ik om motorische redenen gewoon echt vaarwel moeten zeggen. Maar niet getreurd, want dingen die gesloten worden, die afgesloten worden, die vinden ook weer een nieuw begin. Ja. En daarin heb ik ook mogen ervaren dat God opnieuw voorziet. Ja. En ik was 33 jaar toen ik begon met een dwarsfluit. En daarin heb ik het gewoon ver weten te brengen. Heb je het idee dat je vaak onbegrepen bent? Want weet je, ik merk hè, in dit gesprek ook dat je moet zoeken naar woorden. Je formuleert het formidabel goed. Maar toen je uit die komen kwam, toen moest je ook weer leren te spreken, leren te lopen, leren te leven. In feite, je was een opnieuw geboren baby. Ja. Ja. Je start opnieuw je leven en je moet alles opnieuw beginnen. Ja. En dan ben je dat al volwassen. Dan ben je volwassen en daarin heb ik een heleboel ondersteuning ontvangen. Ja, wat wist je bijvoorbeeld wat een tandenborstel was? Ik heb veel moeten vragen van wat is dit, hoe werkt dit, waarvoor gebruik je een vork, waarvoor gebruik je een mes. Ik heb opnieuw moeten leren eten, ik heb opnieuw de lepel naar mijn mond moeten leren brengen. Dit is een soort machteloosheid, met veranderen gaat het leven door en jij moet opnieuw leren leven. Dat was het machteloze, dat veranderen het leven doorging en dat het voor jou gestopt is en dat jij ergens anders geweest bent en... Leeg ben teruggekeerd. Ja. Maar wel teruggekeerd. Ja, ja. En hoe? Heb je een idee dat... Dat is altijd zo makkelijk. God heeft een bedoeling met alle dingen. Heb je een idee gekregen wat Gods bedoeling hiermee was? Dat is een vraag die ik... dat is een van mijn eerste vragen die ik ga stellen... Wanneer ik nog eens boven kom. En dat neem ik me al jaren voor. Ja. Echt waar. En dan zie ik me voor Gods troon staan. En dan is een van mijn eerste vragen. Dan buig ik en dan zeg ik, Heer, ik heb één vraag. Eén vraag. Ik ben zo dankbaar voor alles wat u hebt gedaan in mijn leven. Maar ik heb één vraag. Waarom? Waarom heeft u dit? Wat was uw doel hiermee? En dan kan ik me voorstellen dat God zegt, maar dit weet je. En dan zeg ik eigenlijk... Ik vermoed het, maar eigenlijk wil ik het van u horen. En dan denk ik dat God zegt, omdat je in het begin van je tienerjaren, of in het begin van je jongvolwassenheid, toen was je heel veel bezig met jezelf en je wilde groeien in geloof. Je wilde heel veel kennis van me opdoen en je wilde dingen verklaren vanuit mijn woord, die eigenlijk voor velen nog verborgen zijn en die ik alleen maar weet. En daar was je heel druk mee bezig. En je perfectie straalde er vanaf. En toen heb ik je op een punt gebracht dat het over was. Dat de vlam even uit was. En toen ben je gaan groeien vanuit genade. En toen heb je gezegd van, Heer, neem mijn handen, neem mijn leven, doe het maar, want ik ben leeg. Doe het werk maar in mij. Ja. Ik vermoed dat dat komen gaat. Ja. Tenminste, dat is ook wat ik ervaar. Mooi hè, dat we niet alle antwoorden weten in dit leven. Ja. Ja. Dus je bent regelmatig boos geweest op God? Ik ben heel boos geweest. Ja? Ja, ik ben heel boos geweest. Mijn vader mocht niet danken aan tafel, mijn vader mocht niet bidden aan tafel. Ik wilde een schilderijtje leren, dus mijn herder van de muur af. Ik ben heel boos geweest. Ik wilde er niets mee te maken hebben.
Maar daar ben ik ook van teruggekomen. Ja. Je hebt je levensverhaal neergelegd in jouw boek Herwonnen Leven. Ja. Prachtige titel. Je staat hier lekker aan het strand. En wij kennen elkaar. We komen op dezelfde sportschool. En daar kom ik je wel eens tegen. En dan zie ik iemand lopen. En dan, als je het verhaal niet weet, dan denk je... Oh, wat een leuke, gezellige vrouw. Dus er zit achter elk mensenleven zoveel verborgen. Zoveel pijn, zoveel verdriet. Wat je aan de buitenkant niet ziet. Want je bent gewoon een stralende vrouw. In dit boek heb je heel erg goed beschreven wat door je heen ging. Heb je een bepaald gedeelte wat je zou willen lezen? Ik denk vanuit het hoofdstuk... een kleine alinea uit het hoofdstuk Adem. De stilte van een hemel die gesloten lijkt, voelt frustrerend in het najaar. Nergens lijk ik mentaal rust te kunnen vinden. De hemel lijkt van koper waartegen het gebed blijvend wordt teruggekaatst en is het bewijs dat ik absoluut niet word gehoord of gezien. Hoewel het leven volledig leeg aanvoelt, leer ik ook te zien wat ik nog wel heb en wat ik nog wel kan waarnemen. Het geritsel van de bladeren aan de bomen in de straat doet mij opeens opnieuw beseffen wat daadwerkelijk leven is. De verpletterende regen lijkt me niets te doen. Integendeel, de regen vraagt erom om er samen met mijn vriend doorheen te lopen. Ik daag hem hiertoe uit, trek mijn bordeauxrode agu-regenpak aan en ga tenslotte met hem de harde neerslaande regen in. Ik klem me tegen hem aan en geef me over aan dat veilige gevoel. Het is bijzonder mooi. Ik heb immers nog nooit zoiets opwindends gevoeld of gehoord. Mijn gezicht draai ik naar boven, zodat ik de regen opvang met mijn mond. Intens kan ik genieten van het nat worden van mijn gezicht. Ik ken het doek de regen niet. Ik mag het voelen, nat en heerlijk als het is. Het heelal smeekt als het ware om leven. Maar wat zit hierachter? Alles lijkt te leven en met mij mee te ademen. Mooi. Wat kun je gedachten mooi verwoorden. Je werd een paar keer emotioneel toen je het las. Dat stuk doet mij ontzettend veel. Omdat het een natuurverschijnsel was, is... Wat niet gewoon is. En ik herinner mij nog zo goed het moment dat ik dat mocht ervaren. En dat ik toen dacht, en dat het weer iets was wat mijn twijfel wegnam naar het bestaan van God. Naar het bestaan van het bovennatuurlijke. Mooi. Nou, ik sluit af van Psalm 23, dat wordt gezongen in de kerk. Dat is ook het thema van de preek van Bobby. Jullie kijken Hour of Power. Je hebt er steun aan. Mooi om te horen. Laten we afsluiten met Psalm 23, want dat zegt: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, jou ontbrak alles. Hij leidt me aan rustige wateren. Nou, het was niet rustig in je leven. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, je ziel die was in opstand. Nou, als je zo die hele psalm doorgaat, dat is eigenlijk de psalm van de mensenleven. En dan komt eigenlijk het mooie. Zelfs ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Hij was bij je. Hij absoluut. Was... Ja, oké. Okay. En nog? Ja. En dank dat je verhalen hebt willen delen. Ik heb een cadeautje voor je. Ik heb er genoeg in je boek gelezen overigens. Dat is Don't Worry, Don't Hurry. Dat is een van de bekende uitspraken van Bobby Schuller. Prachtig, dankjewel. Ja. En Bobby heeft nu een serie over. Het is leuk, dat kan iedere Hour of Power kijker gratis krijgen om eens aan een ander door te geven. Het zijn allemaal kaartjes met de namen van de Joodse namen van Jezus in het Hebreeuws. En ja, hier staan prachtige teksten op. Eens even kijken. Ja, ik ben de herder. Je kunt mij vertrouwen. Nou, daar hebben we het over gehad. Alsjeblieft. Prachtig, dankjewel. Oké. Okay. Heel fijn dat je hier was. En gaan we terug naar Shepherd Grove.